Er bestaan nog altijd veel fabels rondom onweer. En veel van deze verhalen zijn al eeuwen oud en worden dus ook al eeuwen doorverteld. Hoog tijd om een paar van deze misstanden te ontkrachten. Onder een boom schuilen tijdens onweer is een veilige plek. Nee, onder een boom schuilen is juist heel onveilig. Bliksem kan in een boom inslaan en de grondstroom kan je raken. Ook kan bliksem zo heftig zijn dat de boom zelfs explodeert, waardoor je dus geraakt kunt worden door rondvliegende stukken. En ten derde kun je geraakt worden door overslag. Slachtoffers die door de bliksem zijn geraakt, kun je niet helpen, omdat ze onder stroom staan. Dit is niet waar. Het menselijk lichaam kan namelijk geen stroom opslaan. Verleen dus direct eerste hulp als je dat kan en bel 112. Bliksem slaat nooit twee keer in op dezelfde plek. Dat is niet juist. Een hoog gebouw bijvoorbeeld kan vaker geraakt worden door bliksem. En bliksem kan kort achter elkaar inslaan op dezelfde plek. En dat komt omdat schichten dan dezelfde route afleggen tussen de wolk en het aardoppervlak. De rubberen banden van een auto beschermen mij tegen blikseminslag. Het zijn niet de banden die zorgen voor jouw veiligheid, maar de metalen kooi waar je in zit. Deze kooi van Faraday die leidt de stroom als het ware om je heen. Op de motor, op de fiets of in een cabriolet ben je dus niet veilig. En wat je ook niet hoeft te doen is je auto, wanneer je geraakt bent, tegen een paaltje aanrijden. Want de stroom vloeit gewoon via de banden weg. In de zee of in een meer ben je veilig als het bliksemt. Ga maar na, want vissen gaan toch ook niet dood? Dat is absoluut niet waar. Bliksem slaat wel degelijk in het water. Alleen verdwijnt de stroom niet de diepte in, maar verspreidt het zich langs het wateroppervlak. En dat is nou precies waar jij zwemt of met je bootje ligt. Als er geen wolken of buien zijn, kan het ook niet onweren. Helaas is dit niet waar. Bliksem komt wel altijd van een buienwolk af, maar kan kilometers verderop inslaan. Het gezegde donderslag bij heldere hemel komt dus echt ergens vandaan. Melk en soep worden zuur als het onweert. Dat is niet waar. Onweer is niet verantwoordelijk voor het zuur worden van je melk of soep. Maar het weerbeeld dat bij onweer komt kijken, warmte en vocht, die kunnen het bederfproces wel versnellen. Als je in een open veld staat en je wordt overvallen door onweer, ga dan op de grond liggen. Nee, liggen op de grond is onverstandig, want je moet proberen om zo'n klein mogelijk oppervlak van je lichaam in contact te laten zijn met de grond, zodat je niet de hele stroomstoot door je hele lichaam hebt. Bijvoorbeeld door te hurken op je voorvoeten met je hielen tegen elkaar aan. Heb je nou nog een vraag over bliksem? Zet ze dan even in de comments hieronder. Onze meteorologen weten ongetwijfeld het antwoord.